Hallo kiekers van Noemer Game, leuk dat je kijkt in deze nieuwe video. In deze video ga ik samen met jullie Minecraft Hardcore Mode opspelen. Ik heb hartstikke veel zin in. Ik heb net de tractor even buiten gezet en heb de koeien gemolken. Ik had het echt niet, hè. Ik wil het zo graag kunnen. Gewoon met zo'n kut, met zo, niet een kut toontje, maar met zo'n grappig toontje kunnen praten voor mijn intro. Zo van, hallo mensen van Noemer Game, leuk dat je kijkt in deze nieuwe video. Dat gaat toch wel, maar als ik dan probeer te praten over koeienmelk en tractors, dan gaat het alweer een beetje verkeerd. Maar hey, welkom terug bij deze nieuwe episode van Skyblock met Job. Hoor mij dan, Skyblock met Job, van Hardcore met Job. Dat is het, Hardcore met Job. De vorige keer hebben jullie kunnen zien dat ik echt heel erg hard aan het zoeken was voor het vinden van diamonds. Maar Minecraft die vond dat een minder goed idee. Die heeft me namelijk helemaal niks aan diamonds of iron gegund. Dat is jammer, want ik heb het namelijk heel erg hard nodig momenteel, zoals jullie misschien wel begrijpen. Want zonder diamonds kan ik namelijk niet echt verder komen. En mijn pickaxe gaat er ook alweer een beetje aan onderdoor. En ik heb namelijk nu... Ik hoor en zombies en lava. Weet je hoe fucking confronterend dat is als ik zeg maar in hardcore speel? Dat is vervelend. En als ze me nou even 2 of 3 diamonds vinden, kan ik in ieder geval weer zeggen dat ik in ieder geval weer horen dat iemand trots op me is. Dus alsjeblieft Minecraft, gun me een paar diamonds. Dan kan ik in ieder geval even een zwaard of een pickaxe maken. Eén van die 2. Of gewoon alle 2 als het 5 diamonds zijn. Dat zijn namelijk de 2 basisprioriteiten als je diamonds krijgt, pickaxe en zwaard. Pickaxe is eigenlijk gewoon, ja, ligt er een beetje. Ja, zwaard is eigenlijk gewoon iets wat je alvast kan maken en later kan gaan in shot. Maar wat ik altijd doe, ik maak eerst de pickaxe en dan maak ik eerst een... Nee, ja, we moeten natuurlijk ook... Ja, kut, we hebben in totaal sowieso minimaal 6 diamonds nodig. We moeten daar ook nog een enchanting table maken. Of 6 diamonds en meer. 3, 4, 5, 7 diamonds minimaal om echt verder te komen. Om de serie verder te halen. Even eten. Ik ga zo meteen lekker even buiten een kiki nemen. Want ik wil eigenlijk wel weten wat daar allemaal, loos is. Ik heb er geen... Het is zo raar, want dan heb ik eindelijk een keer een pickaxe met 250 durability. Of eindelijk, dat is eigenlijk altijd zo met een iron pickaxe. Dat is altijd zo. Alleen, dan vind ik helemaal niks meer. Dus dan heb ik gewoon 3 iron zitten verkloten. Puur voor zo'n pickaxe. Daar baal ik van, want ik heb geloof ik geen... Ja, ik heb nog maar 1 iron over. Dan moet ik zo meteen met een stone pickaxe verder gaan. Ja, maar dat is kut. Dat is kut als je weer in de 4e episode zit. Of in de 3e episode, moet ik eerlijk toegeven. Dus niet 4, dus de 3e episode. Nou, toch ben ik wel blij dat we in de 3e episode al een beetje gear heb ik. En dat is wel fijn, moet ik eerlijk toegeven hoor. Maar toch, weet je, voor het hele idee is best wel kut. 10 chicken, wat zit hier nog in? Niks. 10 chicken is leuk. Oké, dan. Nou, dan moeten we maar even beginnen. Nou, dan moeten we even voor... Ja, het is kut. Maar ja, dan kan ik niks anders doen dan het maken van een paar stone pickaxes. Dat moet nou eenmaal. Zo. Otse vlots kunnen we in ieder geval weer verder minen. Want ik heb namelijk... Zo je net zien... Oh, wacht. Ik heb nog een iron pickaxe. Nou, ik had hem niet gezien, joh. Nou, dan ga ik heel even een beetje afwisselend minen. Wanneer ik natuurlijk diamond vind, moet ik het sowieso met mijn iron pickaxe minen. Wat logisch is. Weet je, ik ga wel gewoon even naar die plek toe waar ik laatst gold vond. Want dat wil ik natuurlijk nog even meenemen. Want gold is namelijk ook wel handig voor het maken van een pickaxe. Gewoon ook al is het maar tijdelijk, weet je wel. Dan heb je in ieder geval even wat gold om dan even snel te gaan verneuken. Als je nou even geen iron meer hebt. Zoals ik net even dacht dat ik geen iron meer had. En dat had ik dus blijkbaar nog wel. Dus ik ren even deze gang af als een baas. En dan ga ik eens even kijken waar dat gold nou lag. Want ik geloof aan die kant daar. Dat is rechts. Doe ik even mijn hoofd zo. Maar dat weet ik even niet meer zeker. Was dat hier ergens? Ik geloof het wel. Ja, ik heb zoveel weg. Ja, hier was dat. Oké, nice. Hier ben ik laatst gestopt. Neem ik even wat gold mee. Kan ik in ieder geval daar even een paar pickaxes van maken. Dat is mooi. Dat is toch wel weer een voordeel, weet je wel. Dan kan ik in ieder geval daar pickaxes van maken, maar met gold kun je toch geen ene... Oh, diamonds! Woe, diamonds! Nice! Ik wist gewoon dat... Ik weet niet. Ik had het in mijn hoofd zitten zo van... Ik ga gewoon via die gold verder, want misschien zit daar wel wat anders. Nice. Ah, 3 diamonds! Nice! Dat is een pickaxe voor Job. Een pickaxe voor Job. Een pickaxe voor Job. En ik ben zo blij met diamonds, want ik had het echt nodig. Nu kunnen we eindelijk beginnen met het maken van de diamond pickaxe om andere dingen mee te verzamelen. En daar ben ik heel erg blij mee. Oh, 4! Oh, nice! Fucking veel diamonds, ouwe! Heel veel diamonds. Ik ben een rijke tata. Na al die jaren studeren. Na al die jaren totaal niet bezig zijn met het maken van YouTube filmpjes. Ben ik eindelijk een rijke tata. Hoe nice. Dit zijn ze toch? Of zijn het er nog meer? Als ze er nog niet zijn, ga ik echt janken. Ben ik zo blij? Nee, dit is al genoeg hoor voor mij. Maar ik wil meer. Ik wil altijd meer, 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 meer. Iedereen wil meer. Oké, nice. Diamonds voor Job. Eigenlijk zouden ze het wel zo moeten doen dat je ook al zonder... Oh, eigenlijk moeten ze het zo doen dat je zonder fortune alsnog zo nu en dan een keer 2 diamonds kan krijgen. Dat zou wel leuk zijn voor het hele idee. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk weer niet gedaan. Ik had een zwaard en een pickaxe. Oh, 6 zelfs. Oeh, nog maar eentje. Dan ben ik eigenlijk allemaal klaar. Dan hoef ik geen diamonds meer te verzamelen. Dat is chill. Dat is chill. Mooi, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon door met minen. Nu ben ik gemotiveerd om door te gaan met minen. Want ik weet dat we nu hier diamonds te vinden zijn. Dat is mooi. Maar dat is mooi, want nu kan ik in ieder geval dus al een diamond pickaxe maken, een diamond sword maken. En nog 1 diamond en dan kan ik ook een enchanting table maken. Maar nu moet ik eigenlijk obsidian weten te bemachtigen. Maar ik wil sowieso nog wel meer iron hebben voor full iron armor. En dan ben ik eigenlijk wel klaar, zeg maar. Want dan kan ik eigenlijk wel zo goed een nether portal maken. Dan zitten we zitten pas in de 3e episode, moet je nagaan. En nu hebben we al 6 diamonds, dat is echt best wel ziek eigenlijk, zonder fortune of iets. Ah, nice, nice. Misschien vinden we deze episode nog wel meer diamonds. Dat zou helemaal de klap op de vuurpijl zijn natuurlijk. Gewoon 2 keer in 1 episode diamonds vinden, terwijl we er al 2 episodes voor aan het zoeken zijn. Maar wat ik wel apart vind tot de dag van vandaag is nog steeds dat ik geen iron heb gevonden. Dat vind ik echt raar, want ik vind helemaal geen 1 iron blok hier. Best wel apart. Op niveau 11 hoor je ook gewoon iron te kunnen vinden. Namelijk, iron zit echt overal namelijk. Dat zit echt gewoon letterlijk overal verspreid. Dat is echt heel apart. Net zoals met diamond is dat natuurlijk anders, want diamond zit niet overal verspreid. Dat zit op sommige plekken, namelijk alleen op niveau...
Ik geloof 15 tot en met 6 of zo. Of 20 tot en met 6. 20 kun je het geloof ik ook nog wel vinden. Maar 15 tot en met 6 is geloof ik echt. Dat is zeg maar waar je het meeste diamond tussen kan vinden. Dus vandaar. Oh, iron. Kijk, nice. Dat hebben we nodig. Want dan kan ik in ieder geval mijn gear weer even wat opkrikken. Dan heb ik namelijk. Ik moet alleen nog even full iron gear hebben. Dan wil ik verder gaan. Dus ik denk dat als we dit meenemen. Dat we dan al bijna full iron gear hebben. Dan kunnen we verder gaan. Dat is mooi. Ik kan natuurlijk ook in de cave iron gaan verzamelen. Hoeveel iron heb ik nu? 8. Dan heb ik 4. 5, 6, 7. Nee, ik moet nog 1 iron vinden, jongens. Dan zijn we klaar. Dan kunnen we verder gaan. Dan kan ik namelijk ook echt caves in. Dan heb ik namelijk full iron armor. Dan heb ik een diamond pickers en een diamond sword. Dan ben ik binnen. Dan ben ik niet meer buiten. Dan ben ik ook echt binnen. En dat zou fijn zijn. Dus ik wil nu even. Ja, ik wil nu sowieso even genoeg diamonds vinden. Dat zou ik leuk vinden. Dat zou ik appreciëren. Dat zou ik heel tof vinden van die kerel. Die eigenaar van Minecraft, waarvan ik de naam niet weet. Hoe heet hij nou? Hoe heet die kerel nou? Die heet. Chuck Apple. Ik weet het niet meer. Wel wat slecht. Ik moet dat weten. Ik speel al zo lang Minecraft. Ik weet die naam elke keer wanneer ik een Minecraft Let's Play doe. Maar nu weet ik het niet meer. Misschien komt het gewoon omdat het een hardcore shake is. Dat ik een beetje zenuwachtig ben om dood te gaan. Dat ik dan gewoon even wat dingetjes vergeet. Dat ik me dan gewoon puur concentreer op de commentary en op de gameplay. Dat ik gewoon probeer de optimale video voor jullie te creëren. Of voor jullie als kijkers. En ik ga mijn best doen om dat te houden zo. Ik ga mijn best doen om dat te houden. Dat is geen Nederlands. Ik ga mijn best doen om dat zo te houden. Kijk, dat is Nederlands. Gelukkig. Anders is het een beetje apart natuurlijk. Oké, ik ben even aan het kijken. Nog 1 iron en dat maakt mijn leven toch dan echt wel compleet. En dan heb ik gewoon al die jaren, ik ben niet voor niks begonnen met YouTube. Puur voor deze episode van Minecraft Hardcore met Job ben ik begonnen met YouTube. Puur om dit ene blokje iron te vinden. En dus hierna stop ik ook al met YouTube. Dat wel eens ik even vergeten, zeg maar. Oh, wat slecht. Nee, even serieus. Nog 1 blokje iron, jongens. Hopelijk gaat deze pickaxe met 37 durability naar mij nog even 1 blokje iron gunnen. Oh, nee, wacht. Ik had hier nog 1 iron. Nice, kunnen we weg. Vergeten. Vergeven en vergeten. Ik geloof dat het is vergeven en vergeten. Maar vergeten en vergeven kan ook. Het is een gezegde namelijk. Het kan waarschijnlijk allebei, weet je wel. Net als oh nee. Het kan als O, spatie nee. Als O, N-E-E. Geloof ik hoor. Heb ik namelijk de laatste keer nagevraagd bij iemand. Dat ik moest namelijk voor een paar die een keer bezig gaan. Dus vandaar, hè. Dat is vandaar. Dat is even wat ik jullie wou vertellen. Nou, ik moet waarschijnlijk deze kant in. Ja, hier moet ik in. En dan kan ik, als het goed is, kan ik via een of andere plek hier naar boven. Kut. Ben ik de weg kwijt? Nee, toch? I don't hope so. Want als ik nu al de weg kwijt ben, ben ik pneu. Want ik heb nu eindelijk genoeg gear. Of nee, wacht. Ik moet hier zeker in of niet? Nee? Huh? Waar moet ik heen dan? Ik wil namelijk eigenlijk even wat diamond gear gaan creëren nu. Even kijken hoor. Ja, dat ik hierin moet, maar dat weet ik niet zeker. Ik zal het even bekijken. Veel te veel gangen. Ik word helemaal paranormaal. Dit is niet leuk. Ik wil geen gangen. Ik wil. Oké, hier moet ik naartoe. Mooi. Hier kan ik naar boven. Kan ik beginnen met het maken van diamond gear. En dan kan ik eindelijk lekker naar boven gaan. En even kijken. Kan ik misschien even een huisje maken. Want nu gaat het wel heel erg lekker. We hebben in ieder geval 17 eten. Moeten we wel meer eten hebben trouwens. Willen we echt verder gaan. Maar dat gaan we dan zo meteen even buiten halen met onze diamond pickaxe. Oeh, doe maar luxe. Oh, ik had wel zo snel. Dat was eigenlijk helemaal niet als een grap bedoeld. Maar ze kwam het er wel uit dan. Dat heb je soms. Hè. Soms klinkt het leuker dan dat het daadwerkelijk is. Maar soms komt er iets uit. En dan klinkt het leuker in het echt dan dat het daadwerkelijk is. Zo heb je dat nou eenmaal. Zo werkt die shit. Oké, in ieder geval. Hotse vlots. En we gaan beginnen met het maken van diamond gear. Dus bij deze, hoppakeetje. Als ik echt nog niet koud ben, maak ik nu dit. Oh, wat zullen jullie boos worden op me. Oké, zo. Nou, 1 diamond over. Mooi, deze ook bij elkaar. Hoppakee. En dan even kijken, wat moet ik hier nog van meenemen. Ik neem even alle belangrijke dingen mee. Zo, kool heb ik nodig. Kool, want ik ben gesnol. Dus geef maar die kool, want ik ben geen snol. Oké, dit is wel eigenlijk alles wat ik nodig heb. Nog even zaad mee, zo. En dan ben ik klaar. Dan ga ik naar boven. Ja, nice, oké. Dan wachten we dat mijn iron klaar is. Want ik ga natuurlijk even kijken hoeveel heb ik nu. 4, oké. Dan kan ik in ieder geval even dit maken. Hop. Zo, dan heb ik in ieder geval weer even een plekje in mijn inventaris zo meteen. En ik ga heel even dit kapot maken, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is nu dag en ik moet trouwens ook nog even een X maken. Heb ik ook vergeten. Even een X van steen. Dus bij deze. Hoppakee, want ik ga natuurlijk geen extra iron of zo maken. Dat is nog niet echt nodig of zo. Oh, dat is nu net nacht. Oké, dan moet ik sowieso nu niet naar buiten gaan natuurlijk. Dan kan ik nu beter nog even gaan minen, denk ik. Eigenlijk dan misschien is het dag, weet je. Maar dat was het niet, dus dan ga ik nog even verder met minen. Oh, ik kan ook even die cave nu gaan kijken, want ik heb nu natuurlijk wel goede gear. Maar dan heb ik namelijk full iron gear. Ik heb goede protection, maar dan moet ik alsnog wel heel erg goed uit gaan kijken. Natuurlijk is het nog steeds heel erg riskant, maar om het gewoon een keer te proberen is natuurlijk geen probleem. Oh, wat de fuck doe ik allemaal? Ik wil wel even kijken of die nog aan het opnemen was. Maar om het een keer te gaan proberen is natuurlijk geen probleem. Dus dat kunnen we in principe wel gaan doen. Maar ik moet eerst even gaan rondkijken, want hoe lang duurt het nog? Oké, nog eentje, mooi zo. Gaat hij het halen zonder die koel? Ja, dat gaat hij wel halen. Ja, nice, oké, mooi zo. Dan gooi ik even iets weg. Oh nee, ik hoef niks weg te gooien. Ja, heel even dit, maar daar niet meer, want ik kan nu namelijk even een hel maken. Hoppakee, nice. Oké, dat is in ieder geval geregeld, daar ben ik blij mee. Full iron gear, ik heb hier diamond. Dus in principe moet het helemaal goed gaan komen, jongens en meisjes. In principe moet het helemaal goed gaan komen. Het zou wel fijn zijn om wel iets meer gear te vinden. Dus ik ga heel even kijken en luisteren waar ik ook alweer die cave kon vinden. Want als ik nou even weet waar dat ding is, die cave, dan kan ik daar eventueel wat aan hebben. Dus vandaar. Was hier toch, of niet? Ja, hier was een cave. Oké, nu wordt het echt spannend, jongens. Oh, dit is zo creepy. Ik moet echt gaan concentreren, want als ik nu doodga, dan
is het voor altijd gebeurd. Oké, hier is niks. Nou, ik ga gewoon 4 naar me toe. Ik moet er 4. Ik weet dat ik hier weer terug kan. In geval van nood. Oké, hier is iron. Mooi, dat neem ik even mee. Zo. En ik blijf goed omheen kijken, want het is namelijk hardcore. Ik mag echt niet doodgaan. Als ik creep nu bij me oploop, ben ik niet gelijk dood hoor. Maar zelf voor de zin dan ook nog een skeleton bij. Ik kan niet naar peaceful schakelen. Dus het is gewoon leven of dood momenteel. Dat is een beetje balen. Dat is een beetje balen. Oké, even kijken hoor. Zo. Jullie mogen allemaal weg. Pak ik het weer op. Godverdomme, dat is kut. Zo, zo. En dan dit even dicht. Oké. Nou, in ieder geval, dat was in ieder geval wat iron. Hoeveel iron was het trouwens? Het was in totaal 6 iron. Niet verkeerd, niet verkeerd. Echt niet verkeerd. Daar kan ik weer wat pickaxes van maken. 2 pickaxes. Oké, hier is nog wat iron. Dan heb ik ook even mee. Daar beneden is ook nog iron. Dus iron zit hier goed. Daarom ga ik ook naar deze cave toe. Puur voor het iron. Want ik wil dat ik diamonds hier toch niet ga vinden. Maar toch, het gaat even om het idee. Nu, ik heb geen zombies meer. Weet je hoe fucking creepy dat is? Ik zit toch nog wel gewoon op hardcore. Ja, hardcore. Huh? Wat een apart. Niets? Ja, dit is heel groot. Nou, dat laat ik even dicht. Zo. Dan kan er in principe vrij weinig verkeerd gaan. Ik zit nu namelijk op een gedeelte waarbij er vrij weinig kan gebeuren. Zo, hoeveel kool heb ik al? Oké, kool neem ik nog even een beetje mee voor de torsjes en zo. Dan heb ik in ieder geval wat diamond gear natuurlijk. Dat is heel fijn. Because diamonds are beautiful. Ik heb deze persoon in ieder geval diamonds kunnen vinden. Dat is mooi. Ik ben een rijke tata. Ik ben een hele rijke tata. En noem me maar Job, want ik ben een rijke tata. En mijn naam is Job, dus je mag me gewoon Job blijven noemen. Ook al ben ik een rijke tata. Oké, we hebben in ieder geval lekker veel iron. Of lekker veel kool. En dan heb ik ook nog even wat iron mee voor de zekerheid. Want dat heb ik ook nog wel nodig. Dit is zo creepy. Ik ben elke keer even stil in mijn commentaar. Omdat ik wel zeker wil weten dat er geen zombie of zo achter mij staat zo meteen. Nou, dit wordt wel heel riskant hoor, jongens. Dat is wel echt next level. Die gaan we de volgende episode heen. Want dit is echt next level shit. En daar wil ik voor uitkijken. Voor next level shit. Dus daar gaan we de volgende video heen. Want we hebben nu in ieder geval onze gear, ons eten en al dat soort shit. Dus in principe zijn we nu vrijwel binnen. In 3 episodes. Ja, we zijn sowieso binnen. Nou, we hebben in 3 episodes heel veel kunnen doen hoor. Echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. In 3 episodes hebben we al zoveel keer. Dus in principe in 3 kwartiertjes hebben we er zoveel keer. Nou, dat is niet verkeerd. That's not wrong, my friend. That's not wrong. Oké, nu ga ik even kijken hoe ik nou ook weer terugkom. Dat is natuurlijk even de vraag. Oh, dat is marble. Of dat marble, of hoe de fuck het ook zegt. Oké, ik kan hier weer naar boven toe. Dat is mooi. Dan kan ik even gaan kijken of naar beneden. Of nee, ik weet het al hoe het werkt. Ik ga hier zo naar boven. En dan kan ik beter even, denk ik, dit zo weghakken. Dan kan ik via deze kant weer naar boven toe. Zo, mooi. Nu kunnen er ook creepers en shit naar boven komen. Dus ik moet een klein beetje uitkomen met wat ik doe. Maar dat is geen probleem. Ik kijk ook wel een klein beetje uit met wat ik doe. Zit hier nog wat in? Nee, ik heb al full iron gear. Oké, mooi. Let's see, is het nog nacht? Nee, het is dag. Oké, dat is heel fijn. Dat is heel erg fijn. Ik zet trouwens mijn workbench en al die andere shit zit ik even ergens anders in. En ik maak gewoon even trapdoors. Lijkt me wel wat handiger. Dus wat doe ik? Ik weet zeker dat er nog skeletons en creepers rondlopen. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Zo, kijk, ik hak deze heel even weg. Daar zet ik dit neer. Dan hang ik deze aan. En dan zet ik deze, oh kut. Deze zet ik hier neer. En om er even zeker van te zijn dat hier echt geen mobs gaan spawnen. Zet ik nog even een torsje neer en dan kan ik even van de buitenlucht genieten. Ah, heerlijk. Oké, dat is een kip. Dat is mooi. Ik ga dit hele geboel hier... Ik ga echt alles hier verlichten. Ja, ik ga echt alles hier verlichten. Echt. Ik ga alles verlichten. Niemand spant hier nog bij mij. Echt idioot of ik hier ga verlichten. Maar ik ga het gewoon puur om het feit dat ik zo bang wat de mobs gaan spannen. Dus ik ga echt alles hier verlichten. Zo, nou hier. Dat is één ding wat zeker is. Hier spannen geen mobs meer. Denk ik. Ook s'nachts niet. Kijk hoeveel torsjes ik ga plaatsen. Ik ga echt superveel torsjes plaatsen. Zo. Oh, ik had die spannen nooit mobs meer, jongens. Zo, even om er zeker van te zijn dat we er geen last van gaan krijgen. Plots en vlots. En we gaan weer door. Zo, en toen was er licht. Nou, dat doe ik echt puur omdat ik fucking bang ben voor al die mobs. Dus ik ga gewoon zorgen dat hier nooit meer mobs zullen gaan spannen. Rondom mijn basisje. Zo. Nou, ik ga dit gebied wel ongeveer een beetje safe is nu. Nou, dit is safe. Hier spannen geen mobs meer. Ze kunnen hier natuurlijk wel naartoe lopen. Maar voor het idee, ze spannen hier niet meer. Dat is wel mooi genoeg. Dat ze hier niet meer kunnen spannen. Oké, deze twee mogen trouwens wel weg. Want hier, hoe ga ik dit doen? Ga ik hier trapdoors maken of gewoon stairs? Die laat ik wel even stairs gaan maken, snel. Hoppakee, nice. Dat is sowieso wel wat fatsoenlijker, ziet dat er ook uit. Dus dit wil even weg. Zo. Kijk, stairs. Kan ik in ieder geval... Oh, nee, jij moet wel goed blijven staan, hè, meneer. Meneer de ster, niet zo eigenwijs, hè, my let's play. Nou, dit ziet er in principe goed uit. Maak heel even snel voor de zekerheid een deur erbij. Of 3 deuren, dat is ook goed. Plots. Oké, dat is in ieder geval gefixt. Zo, nou licht, dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Nee, die hoeven er niet, dat is overdreven. Niet dat dit niet overdreven is, maar you guys know what I mean. Oké. Nee, dit zit goed. Ik had nog even wat bomen weg nu we hier toch zijn. En nu we toch een soort van, veilig zijn. Om het op die manier te benadrukken. Want hier spannen geen mobs meer. Dat weet ik wel zeker.
Tenminste, het is natuurlijk mooi dat die mobs gaan spannen, s'nachts, weet je, want dan is het echt heel erg donker. Maar in eerste instantie zou je gewoon zeggen dat hier nu geen mobs meer gaan spannen. Dat is mooi, want dat is natuurlijk de bedoeling. Hoe minder mobs, hoe beter. Willen wij meer of minder mobs? Minder, minder! We willen minder mobs. Oké, dan gaan we dat regelen. En daarvoor heb ik hier torsjes neergezet. Nee, maar ik wil echt zo min mogelijk mobs, snap jullie? You guys know what I mean. Zo, en ik wil nog even wat meer hout hebben. Voor de zekerheid, gewoon even als extra resource, weet je. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt, dus vandaar. Hoppakee, deze nog even mee. Hoppakee, oké. Dat gaat lekker, jongens. Het gaat lekker. Die bomen die zijn in ieder geval niet meer rondom hier. Ik ga ze natuurlijk wel weer even terugplanten zometeen. Oké. Ik heb in ieder geval nu weer 61. Dat is mooi. Ik wil natuurlijk wel even het ronde getal hebben. 64, dat is wat fijner. Zo, dan heb ik in ieder geval weer een stack. Dit kan ik allemaal niet meer oppakken, zie ik. Oké. Fuck you. Oké, awesome. Dit heb ik ook allemaal niet nodig trouwens. Otsevlot. Deze zet ik even terug op de plekken waar ik net bomen heb weggehakt. Dat scheelt namelijk weer. In ieder geval blijf ik wel gewoon bomen houden. Niet dat ik die echt heel erg hard nodig heb. Maar ja, je weet het niet. Ja, voor de zekerheid, weet je. Just for the sure. Dat is ook helemaal geen Engels. Zo. Oké, nee, dit gaat lekker. Ik ga even eten. Want ik moet zo meteen... Nou, in ieder geval, jongens, om te kijken voor deze nieuwe episode van Minecraft Hardcore. Met Job. Vond je me leuk? Dan een like achter. Abonneer op Doe Maar Game. Ik ben super blij dat ik eindelijk een Rijke Tata ben. Dat is trouwens ook mijn tweede naam. Job Rijke Tata van Graffers. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus bedankt voor het kijken. Knal like op deze video. Abonneer op Doe Maar Game. En ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft Hardcore. Met Job. Waarbij wij sowieso eens eten gaan zoeken. En eens even dat andere gedeelte van die cave gaan onderzoeken. Ik zeg, laters mensen.